Welkom bij een nieuwe weekly recap waarbij ik een aantal hoogtepunten van mijn week laat zien. Voor deze video beginnen we bij de vrijdag. Elke dag sta ik rond hetzelfde tijdstip op. Ik vind het wel fijn om een routine erin te hebben. Ik maak me klaar voor de dag, maak het bed op, haal Milo uit de bench en doe een wandeling met hem. In de ochtend had ik een afspraak buiten de deur en ging ik even een bagel en een koffietje halen. En de afspraak die ik had was het ophalen van mijn nieuwe ring. Een cadeautje voor mezelf waar ik enorm blij mee ben. In de middag ging ik thuis even aan het werk. Op vrijdag werk ik altijd een halve dag. Normaal gesproken is dat in de ochtend, maar nu kan het beter uit om in de middag te werken. Na werk ging ik me even omkleden, want ik ging met een vriend uit eten bij deze populaire pizzatent. En dat was alweer de vrijdag. Zaterdag begon ik de ochtend in de gym. Ik ben toch een ochtendmens, dus ik heb totaal geen problemen om op een vroeg tijdstip actief te zijn. Na het sporten voerde ik mijn ochtendroutine uit en voor de rest van de ochtend was het eigenlijk niet zo boeiend. In de middag stond er wel iets op de planning. Ik ging namelijk met Pamela langs een matcha tent. En dit was een van de eerste keren dat ze matcha dronk. Maar gelukkig had ze het goedgekeurd. In de avond maakte ik pasta met zalm klaar. En na het eten deden we nog een avondwandeling met Milo. Zondag was het echt enorm lekker weer, dus na het klaarmaken voor de dag en natuurlijk even zonbescherming aan te hebben gebracht, gingen Rits en ik naar de stad om daar te brunchen. We gingen naar een populair tentje, namelijk Chun, en ze hadden een nieuwe vestiging op de Spuistraat. Daar wilden we graag heen, omdat hun broodjes enorm lekker zijn. En daarna hebben we ook nog een overpriced stroopwafel gehaald. Hij was lekker, maar ze overtreffen niet de verse stroopwafels van de markt. En toen zijn we nog even langs de Bijenkorf geweest om te kijken voor een nieuwe zonnebril. En als laatste stop gingen we nog even mochi ijs halen. En eenmaal thuis had ik een enorme dorst, dus ik maakte limonade met aardbei klaar. En dit is echt een favoriete zomerdrankje van mij. Einde middag gingen we op bezoek bij mijn ouders en daar bleven we ook eten. En in de avond, toen we weer thuis waren, ging ik kleding uitzoeken. Want er stond namelijk een kleine getaway op de planning en ik wilde alvast een aantal outfits daarvoor uitkiezen. En dat was alweer de zondag. Op de maandag moest ik van 9 tot 5 werken. En voor de rest heb ik eigenlijk niks bijzonders uitgevoerd. Dit was de hoogtepunt van de maandag. Dinsdag daarentegen begon onze mini vakantie. Onze tweede met Milo in korte tijd. Ik begon de ochtend met mijn workout. Maakte me volgens klaar. En kwam er ook nog een pakketje binnen met de kleding die ik had besteld. Dus dat ging ik even passen en daarna werd het tijd om naar het vakantiepark te rijden. Ik zat met Milo op de achterbank. Dit komt omdat hij nog moet wennen aan de autoritten, maar hij doet het steeds beter. Dus dat is enorm fijn. Na ongeveer anderhalf uur rijden waren we aangekomen bij het huisje. Hierbij een kleine tour van hoe het eruit zag. Na aankomst gingen we eigenlijk gelijk buiten zitten en van de zon genieten. Of nou ja, ik zat in de schaduw, want ik hou er niet van om lang in de zon te zitten. In de avond hadden we eten afgehaald bij het restaurant dat in het park zat. En daarna gingen we even de sauna in en daarna gingen we afkoelen in het bad. Officieel is dit een hot tub, maar we hadden er een cold tub van gemaakt. En dat was alweer onze dinsdag. Woensdag gingen we al vroeg op pad om een beetje de warmste momenten van de dag te vermijden. We gingen namelijk naar de Veluwe om daar met Milo een wandeling te maken.
In de middag aten we bij een pannenkoekrestaurant en de rest van de dag hebben we lekker in onze tuin gelegen. Heb ik een boek gelezen en voor de rest vrij weinig gedaan. Deze vakantie stond echt in het teken van ontprikkeling, wat overigens echt even nodig was. De volgende dag hadden we pancakes als ontbijt en maakten we weer een wandeling met Milo. Dit keer in een klein bos dat achter het vakantiepark zat. Milo was er al heel snel klaar mee en wilde niet meer lopen, dus hij moest opgetild worden. In de middag gingen we naar Van der Valk om daar te lunchen en daarna hebben we een ijsje op het park gehaald. Echt een nostalgisch ijsje, namelijk een Calippo. De rest van de middag hebben we lekker in de tuin gespendeerd en in de avond gingen we een hapje eten in het restaurant van het park. En daarna hebben we voor de laatste keer genoten van de hot tub. Want de volgende dag was het alweer tijd om naar huis te gaan. Onderweg naar huis waren we nog eventjes gestopt bij een dierenwinkel. Dit schijnt de grootste van Nederland te zijn. En daar hadden we een aantal dingetjes voor Milo gehaald. Eenmaal thuis hebben we gelijk alles opgeruimd, wasjes gedraaid, gegeten. En in de avond hadden we nog een borrel op werk. En dat was eigenlijk een samenvatting van mijn week. Het waren fijne dagen waar ik met een goed gevoel op terugkijk. Dus op naar een nieuwe week.